Dieter van Turnhout, we staan hier na de wedstrijd Woluwe-Antwerp. We spelen 1-1 en het openingsdoelpunt en een mooi openingsdoelpunt, dat kwam van jouw voet. Vertel eens. Ja, dat was voorzet en de afvallende bal neem ik in één tijd eigenlijk. En die ging eigenlijk wel goed binnen. Ik denk dat we wel goed in de wedstrijd zaten ook op die moment. Eigenlijk gedurende de eerste helft. En dan op het einde van de eerste helft krijgen we jammer genoeg op stilstaande fase een doelpunt tegen. En okay, dat was wel een domper eigenlijk. Ja, de coach vertelde, dit seizoen is er een waarin het in de details fout loopt. Vandaag waren die details het tegendoelpunt, een dekkingsfout en dan een gemiste penalty in de tweede helft. Ja, het tegendoelpunt is inderdaad op een stilstaande fase, van de zijkant een vrije trap. Maar ja, we stonden blijkbaar niet echt zo goed. We moeten terugzien hoe dat allemaal net in elkaar zat. Maar dan hadden we eigenlijk de kans in de tweede helft, vroeg in de tweede helft, om die penalty. En die missen we dan en dat is heel jammer. Want ik denk eigenlijk niet dat Woluwe één open kans gehad heeft gedurende de wedstrijd. We hebben dan achteraf nog een paar halve kansjes gehad. Dus ik vind het gewoon heel jammer dat we vandaag niet de 3 punten meenemen naar Antwerpen. En we verliezen er eigenlijk 2. En dat is gewoon jammer en zuur eigenlijk. Ja, we weten nog, toen deze wedstrijd oorspronkelijk gepland stond, half december, was het een absolute topper. Nummer 1 tegen nummer 3, denk ik, dat we stonden. Nu is het een beetje een duel in de middenmoot geworden. Is dat ook een vreemde gewaarwording? Ja, maar dat is nu eenmaal zo. We kunnen niet wegsteken dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen. En, ik denk dat nu een wedstrijd of 10 is, zeker dat we echt wel pech hebben ook. Okay, soms spelen we echt wel slecht ook, hebben we geen goede wedstrijd gespeeld. Maar aan de andere kant denk ik ook dat we een paar keer echt wel pech gehad hebben. Vroeg op achterstand gekomen, die bal die dan net niet goed valt. Dus vandaag was eigenlijk zo'n beetje het moment om die kentering te maken. En dat zat ook wel goed, maar ja, kijk, achteraf staan we eigenlijk met 1 puntje maar terug. En dat is gewoon jammer. Ja, de derde periode lijkt nu ook wel ver weg, dus het zijn nog een goede 10 wedstrijden, denk ik. Waarvoor spelen jullie nog dit seizoen? Maar ik denk dat we eerst op deze plaats voor onze sporters moeten spelen. Hè. Vandaag ook, staan ze ook weer met een x-aantal ons toe te juichen en te supporteren. Dus ik denk dat we vooral voor hun zoveel mogelijk punten moeten binnenhalen nu. En ook voor de prestige, gewoon voor onszelf. Dat we niet als een bende sukkelaars eigenlijk op het veld mogen staan en kunnen staan. Dus eerst en vooral voor de supporters, maar ten tweede ook voor onze eigen eer. En dat moeten we gewoon doen. Ja, Eupen thuis, volgende wedstrijd wordt zeker niet gemakkelijk. Hè? Ginds in Eupen was het een moeilijke wedstrijd. Een heel goed voetballende tegenstander. Maar jij maakte toen nog wel een goal, als ik het mij goed herinner. Hè? Ja, dat klopt. Het was inderdaad een goede ploeg, technisch op het middenveld, een paar vinnige jongens en technisch vaardige jongens. Maar okay, we spelen thuis, dus moeten we weer voor de 3 punten gaan. En proberen het beste van te maken en alles voor geven en hopen op het beste.